Hallo allemaal en welkom terug op mijn YouTube kanaal. Het is een enige tijd geleden dat ik een video heb geüpload. De laatste reis was namelijk naar Gdansk in Polen. Toen heb ik verschillende video's gemaakt over onder andere hoe duur het leven is in Polen. En een flight review van Wizz Air. Maar in de tussentijd is er best wel wat veranderd. Heel veel reizen zijn niet meer mogelijk. De landen gaan op oranje, wat betekent dat je alleen essentieel reizen mag. Waaronder Polen, maar nog heel veel meer landen. Dus daarom heb ik er nu voor gekozen om in Nederland te blijven. Je kan het nog niet zien, maar ik ben de komende dagen in Maastricht, Zuid-Limburg. Ja, hier ga ik ook verschillende video's maken. En de eerste die ik ga maken, dat is deze. En die staat echt in het teken van mijn verblijf hier in Maastricht. En ik verblijf hier, zoals je kan zien, in een heel kleine ruimte. Dit noemen ze een tiny house. Tenminste, een tiny room eigenlijk, want het is niet helemaal alles erop en eraan. Maar in ieder geval, mijn kamer is niet groter dan dit. De voordeur aan die kant. En de muur naar de andere kant, naar de andere kamer, is dit. Dus ik denk, in de breedte is het ongeveer 2,5 meter. En dit is mijn bed. Gewoon een normaal stapelbed. Met hier onder mij ook nog een bed. Het is eigenlijk een tweepersoonskamer, maar ja, ik reis in mijn eentje, dus ik ben nu de enige die deze kamer gebruikt. Het doel van deze video is ook om aan jullie te laten zien hoe dit hostel eruit ziet. Het hostel heet The Green Elephants Hostel en het zit echt in het centrum van Maastricht, vlakbij het Centraal Station. Nou, allereerst wil ik even laten zien hoe ik hier zelf verblijf de komende paar dagen. Ik heb de komende 3 nachten deze kamer hier. Nou, zoals ik al liet zien, het is een kleine kamer. Als ik de site mag geloven is het 6 vierkante meter, dus zeg maar 2 bij 3 ongeveer. Mijn bed is hier bovenaan en er is ook nog een bed hieronder. Nou ja, uiteraard slaapt daar nu niemand omdat ik de enige ben die deze kamer gebruikt. Aan deze kant zit nog een raampje om naar de gedeelde overloop te kijken. En ja, als ik zo meteen verder naartoe gegeven, dan ga ik even verder in op wat hier allemaal nog meer is. Maar eerst even kort mijn eigen kamer. Nou, wanneer je hier incheckt en je eigen kamer hebt gezien, dan, tenminste dat was voor mij het geval. Wat ik heel erg leuk vind en heel persoonlijk vind, is dat je hier een handgeschreven briefje hebt liggen. En ik zal even laten zien aan jullie wat erop staat. Hi Joko, we vinden het super leuk dat je de komende dagen bij ons logeert. Mocht je de informatie willen hebben over het hostel of de stad, kom dan gerust naar receptie. We zijn 24 uur beschikbaar. Slaap lekker en in plaats van dromen over schaapjes, droom je vannacht misschien over groene olifanten. Groetjes, het team. En ook als welkomstcadeautje een typisch Limburgs biertje. Nou, ik spaar hem nog even tot na 1 januari, want dan drink ik weer. Maar ja, super tof dat ze dat allemaal zo hebben geregeld en echt heel persoonlijk hebben gemaakt. Wat in mijn kamer trouwens nog meer heel erg handig is, en elke andere kamer heeft dat ook, want ik heb namelijk een rondleiding gekregen door de eigenaar van het hostel. Maar wat ik zelf echt super tof vind en wat eigenlijk in elk hostel zou moeten zitten tegenwoordig, dat zijn deze dingen. Namelijk de stopcontacten voor je mobiele telefoon die je dan gewoon kan opladen en ook aan die kant. Dus het maakt nu niet uit of je je hoofdlijn nou aan die kant hebt of aan die kant. Je hebt in ieder geval altijd stroom om ofwel je laptop op te laden of je telefoon. Dat zijn gewoon echt van die dingen die je tegenwoordig echt wel moet hebben. Want als je een beetje een goed hostel wil zijn, dan weet je dat er moderne mensen komen die je mobiele telefoon gebruiken en die ook willen opladen en de laptop. En dat wil je niet doen op een of andere gang waar heel veel mensen steeds heen en weer lopen. Dat heb ik in het buitenland heel vaak gehad namelijk. Heerlijk, gewoon in je eigen kamer, eigen stopcontacten. Ideaal. Tijdens deze rondleiding door het hostel is het eigenlijk de bedoeling om gewoon alle
publieke ruimtes laten zien, dus waar je als reiziger gewoon kan komen, zonder dat je privé eigendom van het hostel of van andere mensen filmt. Nou, als eerste de centrale hal. Hier achterin staat een automaat waar je koffie en thee kan krijgen. Koffieautomaat hier. De koffiecups kun je trouwens beneden bij de receptie krijgen voor 1,50 €. En kun je hier gewoon je kopje koffie rustig zetten. Dan laat ik jullie nog even snel de badkamer zien. Het ruikt natuurlijk gewoon lekker fris en schoon. En zoals je hier kan zien, de afwasbakken zijn schoon, netjes. En dat geldt ook voor deze twee. Nou, de toiletten zijn ook schoon. Kleine ruimte. Maar alles is schoon en alles is aanwezig. Dan de douches. Hier zijn twee douches in. Waaronder deze. Nou ja, je kan zien. De douche is netjes en schoon. Mocht je nou, net als ik, hier in het hostel van de Green Elephants gaan logeren, dan krijg je als je incheckt een pasje zoals deze. En daarmee kun je dus alle deuren hier in het hostel openmaken indien je daarvoor bevoegd bent. Dus uiteraard niet allemaal deuren, maar de deur van de gang, de deur van de entree beneden en uiteraard je eigen kamer. Ik zal je laten zien hoe het werkt. Super simpel en heel handig. Nou, dit is bijvoorbeeld de deur in de gang richting mijn kamer. Nou, het pasje hou je ervoor, groen lampje en de deur gaat open. Nou, met mijn eigen kamer werkt het net zo. Het pasje hou je ervoor, je hebt een groen lampje en je kunt binnentreden. Nu zijn er nog een aantal ruimtes die ik nog niet heb laten zien, waaronder de keuken, de centrale hal en buiten. Dus dat gaan we nu doen. Schoenen aan en let's go. Laten we allereerst even een kijkje gaan nemen in de gezamenlijke keuken. Dus die gewoon door elke reiziger hier gebruikt kan worden. Dan gaan we de trap naar beneden. Dit hostel heeft trouwens geen lift, werd mij verteld. Dus mocht je dus minder valide zijn of gewoon heel lui, er is geen lift aanwezig. Voordat ik de gezamenlijke keuken laat zien, wil ik eigenlijk nog eerst even snel een blik werpen hierop. En dit is namelijk de spa met de sauna's aan deze kant. Met maximaal 2 personen. Je voelt gewoon de warmte als ik hier sta, die warmte die uit die sauna komt. En alles is best wel leuk ingericht. Schoon, netjes en ook gezond. Want bij aankomst, bijvoorbeeld een glaasje water met limoen of een appel. Hier nog een sauna. En het toilet. Maar dit is echt zo'n plek waar je als reiziger eigenlijk, zeker voor de prijs van het hostel, niet zo vaak dit erbij in hebt begrepen. Maar ja, voor €25 per nacht heb je dus ook gewoon toegang tot deze ruimte. En ja, ik ben er zelf niet aan gewend om dit soort luxe te hebben wanneer ik in een hostel overnacht. Meestal is het gewoon slapen, eten en de stad in, bijvoorbeeld. Maar het is wel bijzonder. Dus als je hier bent, maak er gebruik van. En dan even kort de locatie van het hostel. Achter mij zie je de Green Elephant. En als ik dan even deze weg oversteek en als ik deze kant draai, dan zie je daar het centraal station. Dus
Zo dicht is het bij het station, dus super chill en super handig. Dan gaan we tenslotte nog even een kijkje nemen in de keuken. De keuken is hiernaast. Klein keukentje, maar alles zit erin. De rooi daar is de koelkast. En ja, hier is nu net gekookt, ik kom echt net binnenvallen, dus het is niet alles is opgeruimd, maar ja, normaal gesproken is het hier gewoon netjes. En dan kun je hier je eigen maaltijd koken. Dat doe ik zelf ook altijd eigenlijk. Ik kom altijd vanuit de supermarkt, ga ik mijn eten halen en dan maak ik het klaar in het hostel. Is veel goedkoper en vaak ook nog gezelliger, omdat je met meerdere reizigers kan koken. Dus, ja, tot zover de keuken. Alles is er eigenlijk aanwezig. Kruiden, olie, ja, koffie, thee. Eigenlijk alles wat je wenst in een normale keuken. En een leuk muziekje op de achtergrond. Dus, helemaal goed. En toen waren we weer terug in mijn tiny room. Als je het een interessante kamer vindt, ik laat onder in deze video nog even een kortingscode achter waarmee je met korting kan boeken op dit hostel. En dat kan gedurende de hele maand november en dan krijg je 50% korting op een kamer net als deze of elke andere kamer die je maar wilt. Dus de kortingscode komt hier onderin te staan. En ja, dat was mijn eerste video trouwens vanuit Maastricht en ook mijn eerste video vanuit Nederland eigenlijk, want normaal gesproken doe ik altijd dit soort video's van het buitenland. Maar ja, mijn eerste video vanuit Nederland, vanuit Zuid-Limburg en er volgen nog meer vanuit Zuid-Limburg, maar die komen volgende week en de week daarna online. Dus als je het interessant vindt, blijf het dan volgen. Maar voor nu, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.